Hallo internetvrienden. Hallo internetvrienden, daar was ik weer. Ik wil mezelf heel even verontschuldigen voor deze toestand. Ik ben een beetje ziekig. Ik was de afgelopen dagen ook enorm mijn stem kwijt. Ik denk dat dat een beetje mijn karma was voor het in iedereen's oor schreeuwen. Eergisteren. Ik was op een festival en ze draaiden superleuke muziek, dus dat krijg je wel. Maar dat is de reden dat ik een klein beetje schraal klink. Gelukkig zijn jullie er in ieder geval om altijd met mij mee te denken. Want ik kreeg namelijk gisteren een berichtje van G Amsterdam 5713 Amsterdam West met de mededeling. Please, kom neuken. God heeft gezegd dat als ik mijn lul in je keel stop, krijg je je stem weer terug. Ja, weet je, het is natuurlijk dat het nu niet echt meer nodig is, maar ik ben toch wel blij dat er toch weer meegedacht wordt. Er worden vaker vrij seksuele dingen in mijn DM geslijt. Ik vind dat meestal heel erg grappig, omdat de kinderen die dit naar mij sturen waarschijnlijk een leeftijd hebben waarin ze dus net ontdekt hebben dat hun piemel ook voor iets anders is dan plassen. Maar ik moet je zeggen, het neemt af en toe wel ernstige vormen aan. Echt, ik weet niet wat kinderen te eten krijgen tegenwoordig, maar het gaat echt bergafwaarts. Vaak als ik echt van die extreme berichten krijg, dan zet ik ze in mijn Instagram story en dan zeggen mensen, oh, wat leuk dat je het in je Instagram story zet. En dan denk ik, ja, nou, dat is op zich ook het enige wat ik met die verhalen kan doen. Het is nou niet dat als iemand tegen mij zegt, goh, ik wil mijn lul in je keel stoppen, dat ik een DM terugstuur en zeg, joh, goed plan. Ik bedoel, dat zou natuurlijk wel ontzettend enthousiast zijn. Maar, ik dacht, ja, ik kan er ook eigenlijk een keer een video over maken, nu ik toch bezig ben. Dus, bij deze, vandaag, reageren op seksuele DM's. Oké, let's get it. En nog een DM die ik namelijk gisteren heb gekregen, was van Siar68. Hey schat, ik neuk je zo hard dat je gaat denken dat Obama je vader is. Kom je een keertje afspreken, hartje? Gaan we lekker in bed? Seks? Vraagteken. Kan je goed pijpen? Vraagteken. Beetje honing erop en dat is pas een goede avondeten voor jou. Ik wil niet per se onaardig zijn, maar het maakt niet uit wat je op je pics merkt. Ik ga er niet aan zuigen. Daarbij ook de opmerking, ik neuk je zo hard als je denkt dat Obama je vader is. Grappie, je ziet al voor je dat ik citeer, hard geneukt hoor. En dan dat, zeg maar, je even moet stoppen om bij te komen. En niet omdat je hard geneukt bent, maar omdat je dus eindelijk beseft dat Obama, zeg maar, je vader is. I don't know, klinkt best wel fucked up. Maar dit is natuurlijk niet alles. Want ik heb nog een DM gekregen, namelijk van Strictly Mike. Hij zegt, hey Sophie, ik wil je echt kapot hard bereiden. Zie het dan voor me, jij met je twee vlechtjes in. Reden doe je stijl en ik trok aan je vlechtjes net als een paardje. Met heel veel paarden emojis. Ik wil gewoon heel even zeggen dat ik hier niet echt opgewonden van word. Daarnaast vind ik het ook heel erg vervelend dat mensen tegen mij beginnen over seks. En dan paarden in dezelfde zin gebruiken. Het kan niet, het mag niet, ik wil dat het ophoudt. Omar Idee zegt, ik zou je echt kapot maken in bed. Ik weet wel gelijk waar ik aan toe ben. Aslan Exen zegt, kom neuken dan, lekker vriendin, ik lik je dood. Op zich zou dit best een legendarische manier zijn om op dood te gaan. Maar ik moest je één ding vertellen, het is nu nog niet helemaal mijn tijd. En volgens mij ook nog niet helemaal jouw tijd. Misschien moet je eerst een keer aan je eigen pik trekken voordat je iemand anders dood gaat likken. Sabonnemok zegt, heb je wel eens een grote donkere aubergine gezien? Zo niet, wil je de mijne dan zien? Als ik een grote donkere aubergine wil zien, loop ik wel eventjes naar de groenteafdeling van de supermarkt. Dan hoef jij hem niet uit je broek te halen. Sam Bode vraagt aan mij, hey Sophie, je ziet er lekker uit. Zou je een keer met mij een intieme date willen? Zou ik wel sexy vinden, jij ook wel. Groetjes, X. Nou, wat ik Sam wel mee moet geven is dat hij het netjes vraagt. Nee, heb je en dit doe ik normaal nooit, kan je krijgen. Dus wat dat betreft goed bezig, Sam. Ahmed GX9 zegt, geef hoofdkring. Cheyenne zegt, wil je met me? Ik wil met je naar bed. Dan gaan we keihard. Issy West zegt, hey, ik wil je neuken, knabbert. Thanks. Jeffrey stuurde mij niet eens een DM, hij zei dit in het openbaar. Jeffrey zei namelijk tegen mij, maak een foto zonder kleren, anders steek ik je neer. Ik moet je zeggen dat dit soort berichten best wel weird zijn, want soms loop ik dan op de gathering en dan zie ik allemaal jongetjes van een jaar of 11, 12 en dan denk ik, wow. Jullie zouden allemaal een soort Jeffrey kunnen zijn. Als ik mijn naaktfoto zie naar jullie stuur, dan steken jullie mij gewoon neer. Zeg maar, zo zijn jullie. Dan denk ik bij mezelf, zou dat dan dat jongetje zijn dat zo hard aan mijn vlechtjes zou trekken dat ik een paard was? Laat maar. Peace Killer stuurt. Je bent zo mooi. Stuur alsjeblieft een foto van je titel. Nou, ik zou bijna een foto van mijn titel opsturen. Puur en alleen omdat hij het zo lief vraagt. Top Artiest stuurt. Ik zal je kapot neuken en daarna zal ik je vast binnen aan een boom. En die boom met jou erbij met een vrachtwagen uit de grond trekken. Vervolgens zal ik je kutje kanten klaarlikken, eruit snijden en op een barbecue leggen. Ik vraag me gewoon af waar mensen dit tegenwoordig leren. Het is toch ook niet zo dat er bij dictees op scholen in plaats van de zin, oh, het schaap loopt over de dam. Ineens de zin, ik zal je kapot neuken en daarna vast binnen aan een boom en met jou erbij uit een vrachtwagen op een barbecue. Ik bedoel, het is gewoon niet gezond.
Op 31 december vroeg MH en nog wat getalletjes erachter aan mij of die mij niet kan neuken, joh. En toen een maand later, toen ik niet had gereageerd, vroeg hij of die me niet even mijn bek kon schijten. Bedankt voor het aanbod, maar ik heb nu niet echt trek. Oh, Sabonne Mok is er weer. Wat ben je toch een stoutert, hè? Wil je met mij trouwen, alsjeblieft? Vroeger was je liever, toen reageerde je nog op mijn DM's. En daarna stuurde die mag ik aan je tepel zuigen. Oh, nog een gouden. Sylvan, ik wil jouw kutje kapot spuiten. Zo hard dat je kunt klaarkomen dat we kinderen krijgen. En dan mijn lul in je mond stoppen. Dat je over mijn lul kotst. Dus ik dacht bij mezelf, Sylvan, gaat het wel een beetje met jou? Dus ik stuur een foto terug van een kruis. Omdat hij Jezus nodig heeft. Stuurt hij terug, oké. Dus ik vraag aan Sylvan, joh, wanneer kan je afspreken? Nou, dat wist hij niet. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg, Sylvan, kan je niet een beetje specifieker zijn in, zeg maar, de datum? Want je bent wel specifiek in de seksuele handelingen. Je gaat mij namelijk kapot spuiten totdat we kinderen krijgen of zo. En dan zegt hij, oké, sorry van dit bericht, maar ik vind je heel mooi. Dat ik denk, zit je me nou geil te maken voor niks? Ik ben helemaal opgewonden door jou. Dus toen vroeg ik hem maar of zijn vader aantrekkelijk is. Ik ga het hier een beetje bij laten. Er is nogal meer. Maar ja, nee, ik snap het wel. Het is natuurlijk ook stiekem wel een beetje spannend om dit soort dingen naar iemand te sturen. Maar ik wil gewoon eventjes zeggen dat iedereen die mij nu vieze DM's gaat sturen, geen aandacht gaat krijgen. Dus wat dat betreft moeten jullie je moeder maar even vragen of ze een extra verhaaltje kan voorlezen vanavond. Mijn verhaal is in ieder geval afgelopen. Ik ga er weer een eind aan breien. Mijn vraag aan jullie is, wat voor rare dingen komen jullie wel eens tegen in je DM? Ik heb bijvoorbeeld wel eens een dickpic gekregen die had iemand naar mij gestuurd en naar Jennifer Lopez. Dat was best wel een eer. In ieder geval, dat was het alweer. Ik zie jullie natuurlijk weer volgende keer. Adieu!